Geraldo, spelen jullie tegen Zwolle weer met twee spitsen? Nee, ik denk dat we 4-3-3 gaan spelen. Dat ligt jou meer, denk ik. Ja, natuurlijk. Ik ben oorspronkelijk ben ik gewoon een buitenspeler, dus dat is wel lekkerder voor mij. Ja. Hoe voel je dat in zo'n wedstrijd dat het jou niet ligt, dat 5-3-2? Jullie komen nauwelijks over de middenlijn en als je de bal krijgt, dan ben je vaak alleen volgens mij. Ja, dat is zo. En kijk, dat is meer verdedigend. En ja, natuurlijk, we willen winnen en dan moet je zo lang mogelijk de nul proberen te houden. En dan zien uit te komen met twee snelle spitsen. Maar ik denk dat 4-3-3 ons beter ligt. Jullie willen winnen, maar jullie moeten ook winnen van Zwolle, hè? Ja, zeker. We moeten. En ja, we gaan er ook voor. Met Castanier? Ja, waarschijnlijk begint hij gewoon. Die begint? Ja, die begint, ja. Jouw kamergenoot, praat je een beetje op hem in dat hij moet blijven? Ja, natuurlijk. Hij is gewoon waardevolle speler voor ons. En ja, uiteindelijk moet hij de keuze maken of hij blijft of weggaat. Maar je geeft hem toch wel een klein beetje advies? Ik bedoel, jullie kunnen het goed met elkaar vinden. Je zou het leuk vinden als hij blijft, toch? Ja, natuurlijk. Is zeker leuk als hij blijft. Dat is een goede speler. Alleen, ja, je moet wel realistisch blijven. Kijk, als er een mooie club komt en voor hem, ja, dan moet hij zelf de keuze maken. Praten jullie er veel over? Ja, de laatste tijd wel wat meer. En ja, natuurlijk, ja, hij moet alleen gaan wonen en dat soort dingen. Dus ja, ik woon al 2 jaar alleen, dus ja, ik denk ja, meer over dat soort dingen. Valt dat zwaar dan voor een voetballer, alleen wonen? Nee, voor mij niet. Voor mij niet. Ik weet niet hoe het bij hem zal gaan, maar voor de rest, ik kan gewoon alles in huis, dus ik heb geen probleem. Toch nog even over die kans, hè, tegen Heerenveen. Die ene grote kans, ja, jullie krijgen. Klopt. Hoe vaak hebben die nou nog afgespeeld de afgelopen dagen? Helemaal niet. Helemaal niet. Waarom? Ja, natuurlijk. Ik weet zelf dat de eerste aanname was dan niet goed. Dus ja, dat weet ik van mezelf. Dus ja, als de aanname vooruit was, had ik waarschijnlijk gescoord. Alleen ik nam hem mee naar de zijkant. Waardoor ik alleen in de korte hoek kon spelen. En de keeper had het door. Train je daar dan deze week meer op? Want dat is natuurlijk in het eerste seizoen zelf ook al een paar keer gebeurd dit. Ja, trainen. Ja, we trainen er wel op. En jij krijgt veel kans. Op de training kom ik vaak in die positie. Alleen, ja, dan gaat hij er wel in. Alleen in de wedstrijd moet hij ook erin gaan. Tegen jouw oude club? Ja, oude club. Ja, ik werd verhuurd aan PEC Zwolle, ja, van Ajax. En anderhalf jaar daar gespeeld. Ja, ik kan het wel zien als oude club. Doet het dan nog wat met je als je daar tegen moet spelen? Of dat je tegen moet scoren? Of zeg je van dat is geweest, ik speel nu ADO? Nee, dat is geweest voor een ADO. Ja. Kijk, je ziet gewoon die jongens waar je mee hebt gespeeld, zeg maar, die zie je terug. En ja, leuk om ze te zien, even te spreken. Maar ja, het is voetbal en morgen willen we gewoon winnen. En gaan jullie ook winnen? Ja, we moeten zeker winnen. En ja, daar gaan we vol voor. En hopelijk blijven de 3 punten in Den Haag. Met een doelpunt van? Van Becker, Castaner en Ruben. Zo? Ja. Dat is gewaagd. Ja, zeker, we moeten een beetje lef tonen, een beetje initiatief. En ik denk dat we nu, we hebben 4-3-3, spelen we met twee snelle buitenspelers en een snelle spits. Dus ik denk wel dat we tegenover hun wel zeker gevaarlijk kunnen worden.